hoe graag we het ook zouden willen, er is geen zekerheid te bieden over een periode van 20 of 30 jaar. We kunnen hooguit streven naar prudente beleggingen, prudent beheer van de pensioenvermogens, waardoor de risico's worden beperkt en er een reëel perspectief is op een aantrekkelijk pensioen. Maar garanties die zijn onmogelijk te bieden. Het belangrijkste voordeel van het pensioenakkoord, zoals dat is afgesloten tussen de sociale partners en de overheid, is denk ik dat er nu wordt erkend dat onze pensioenen op lange termijn fundamenteel onzeker zijn. Dat we eigenlijk geen absolute garanties kunnen bieden. In het oude pensioenstelsel werd wel op zijn minst gesuggereerd dat er absolute zekerheid bestaat. Maar dat was eigenlijk in twee opzichten een soort schijnzekerheid. Die schijnzekerheid zat hem enerzijds in het feit dat de pensioentoezeggingen alleen in termen van, in nominale termen, in euro's, werden uitgedrukt. En dat is op lange termijn, biedt dat eigenlijk heel weinig zekerheid. Want als de inflatie hoger is, is een toezegging in euro's op lange termijn gewoon veel minder waard. Dus aan zo'n zekerheid, zo'n garantie heb je niet zoveel. De tweede schijnzekerheid was dat de veronderstelling was, als de dekkingsgraad van pensioenfondsen voldoende hoog is, dan kunnen die pensioenfondsen ook hun toekomstige pensioenen garanderen. Maar de praktijk blijkt te zijn dat dat dus niet het geval is. We hebben dat nu gezien in de kredietcrisis en de economische crisis. Dat ondanks die aanvankelijk voldoende dekkingsgraden, men toch niet in staat bleek te zijn om de toekomstige pensioenen te garanderen. En dat er dus gekort moest worden op pensioenen. Dus die zekerheid die er ogenschijnlijk in zat, die is eigenlijk geen reële zekerheid. En nu wordt dat volmondig erkend in dit nieuwe pensioenakkoord. Zijn er ook grote nadelen? Nou, in deze, in de erkenning dat de pensioenen fundamenteel onzeker zijn, zit natuurlijk ook tegelijkertijd een nadeel. Namelijk de vraag van, ja, op welke mate kunnen we dan toch veiligstellen dat we een redelijke kans hebben op een behoorlijk pensioen in de toekomst. En daar zit een riskant element in dit akkoord. Namelijk in de wijze waarop de toekomstige pensioentoezeggingen worden verdisconteerd naar de huidige waarde. Hoeveel zijn de toekomstige beleggingen? Hoe duur zijn ze? Nu doen we dat op basis van de lange termijn rentestand, de swap rente. Nou, daar is al meerdere malen terecht van opgemerkt. Dat is wel een problematische maat, omdat hij nogal sterk fluctueert, waardoor ook de dekkingsgraad van pensioenfondsen sterk fluctueert. En hij is bovendien momenteel erg laag, waardoor de pensioenfondsen eigenlijk hele hoge verplichtingen hebben. Maar als je hoger gaat zitten, en zoals nu gesuggereerd wordt, dat zou kunnen zijn dat je gaat zitten op een rentestand die overeenkomt met de, of een disconteringsvoet die overeenkomt met de verwachte rendementen op de beleggingen van de pensioenfondsen, ja, dan kan je misschien te hoog gaan zitten. Dan ga je er al van tevoren van uit dat je op je beleggingen een behoorlijk hoog rendement zult halen. En als die tegenvallen, dan zit je dus op een gegeven moment gewoon met te weinig geld in kas. Nou, dat is denk ik niet, in dit akkoord nog niet voldoende helder geregeld. En de mogelijkheid bestaat dat pensioenfondsen onverantwoord hoge rendementen alvast gaan incalculeren. Ik denk dat je dat zou moeten proberen te voorkomen. Maar dat wil niet zeggen dat je terug moet naar de huidige situatie, naar die swaprente. Ik denk dat je daar ergens tussenin moet gaan zitten om op een disconteringsvoet te komen die reëel is, maar wel ook niet al te veel risico's in zich bergt. Het lijkt alsof in deze constellatie jongeren meer risico's lopen. In zekere zin lopen jongeren altijd meer risico's, omdat hun pensioen over een langere periode moet worden opgebouwd en dus in die zin onzekerder is dan wanneer je al op korte termijn je pensioen krijgt. Of dat ook betekent dat dit pensioenakkoord in een nadeel zal uitwerken van jongeren, zoals nogal eens wordt gesuggereerd, dat is naar mijn idee allerminst zeker. Dat hangt sterk af van hoe de pensioenfondsen om zullen gaan met die onzekerheid. Als ze inderdaad uitgaan van een te hoog verwacht rendement, en dat valt uiteindelijk tegen, dan kunnen jongeren daarvan de dupe zijn. Maar het omgekeerde is ook denkbaar. Als men uitgaat van een relatief laag rendement en het rendement blijkt mee te vallen, dan krijgen de huidige ouderen eigenlijk minder pensioen dan waar ze recht op zouden kunnen hebben. En jongeren die daar later dan van een groter belegd rendement kunnen profiteren, zouden daar meer baat bij hebben. Dus het is allerminst van tevoren vast te stellen wie nou uiteindelijk het meeste voor- of nadeel heeft. Ik denk ook dat dat nooit met zekerheid valt vast te leggen. Het is wel belangrijk dat er denk ik duidelijke regels zijn op grond waarvan de opbrengsten van pensioenen worden verdeeld over de toekomstige en de huidige generaties. En daar bestaat nog heel veel onduidelijkheid over.